Een van harte goedenavond kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. CDS-coördinator Hoogdorp heeft kennismaking met directeur Staatsmedia. Er start Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector een feit. Stakeholders accorderen VN Country Implementation Plan 2022-2023 en Centrale Bank van Suriname introduceert Centrale Bank Certificaten. Marlon Hoogdorp, door het kabinet van de president aangesteld als coördinator bij de Communicatiedienst Suriname, heeft op dinsdag 14 juni 2022 kennismakingsgesprekken gevoerd met directeuren van verschillende staatsmedia. Tijdens deze gesprekken hebben partijen met elkaar van gedachten gewisseld over onder andere een effectievere samenwerking en betere informatiestroom naar de samenleving. Hoogdorp, die tevens leiding geeft aan het interim management team bij de CDS, onderstreept het belang van onderlinge samenwerking. Gehad met de coördinator van CDS. Het ging weer om een kennismakingsbezoek om onder andere te weten waarmee Boskoppen zich bezighoudt als het dus gaat om communicatiedienst Suriname en wat we nog allemaal voor CDS kunnen betekenen. Daar er dus ook veranderingen zijn van beleidsinzichten en meer informatie te verstrekken naar de gemeenschap. Meneer Hoogdorp en ik kennen elkaar nog niet persoonlijk, dus het was ook een persoonlijke kennismaking. Hij heeft uitgelegd wat de richting van CDS gaat worden en hoe hij graag de samenwerking met ATV hierin ziet. We hebben nog geen afspraken of zo gemaakt, het was meer aftastend kennismaken. En ja, we zitten op dezelfde lijn, laten we het zo zeggen. Toen ik die uitnodiging heb gehad, had ik geen keus om daarop in te gaan en ook om te komen luisteren, maar ook om kennis te maken met dat nieuwe team die voor de komende periode aan de slag moeten wat de overheidscommunicatie betreft. Ik heb inderdaad een kennismakingsgesprek en bezoek gehad met de coördinator, de heer Marlon. En het is een vrij goed gesprek geweest met als bedoeling dat de eerste als leidinggevenden we elkaar gesproken hebben en kijken in hoeverre de twee instituten natuurlijk samen kunnen gaan en beter samen kunnen gaan. Het zijn instanties of instituten die dus moeten zorgen voor overheidscommunicatie en alles wat daaromheen ligt en komt bijkijken. En we hebben de visies van zowel mijn persoon als de heer Hoogdorp op de tafel gelegd en de visies vertonen flink wat raakvlakken. En ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. Op dit moment gaat het heel goed. We hebben een minimale samenwerking en die willen wij een beetje meer uitdiepen en een beetje meer gebruik maken van de resources van beide partijen. Ja, er is ook heel veel over gesproken. Het gaat onder andere om de live persconferenties, waarvoor CDS Radio Boskoppen altijd benadert. En daarnaast heb je dus ook nog Gralanti Koranti, om het dus zo te zeggen, dat is dus het nieuws in Surinaams. En daarnaast zijn er dus ook nog enkele aanbevelingen gedaan en nog voorstellen vanuit Radio Boskoppen om meer te doen met CDS. Waar het ook vaak om gaat is dat mensen willen betrokken zijn, willen betrokken worden, willen hun stem laten horen, willen hun misnoegen uiten. En dat kan allemaal via een station als Radio SRS, interactief met bellers toestaan, appers toestaan. Maar de follow-up zal dan ook belangrijk zijn, want iedereen kan make this my bell of uiten de misnoegen. De klachten of de zaken stapelen zich op, maar die worden nooit behandeld. Want dan heb je dat je weer een soort van vertrouwensbreuk krijgt en de mensen uiteindelijk, die je misschien juist al naar je toegetrokken hebt, dat die uiteindelijk zeggen van man, holy basani. Soms lijkt het een klein ding te zijn, maar het is een heel groot ding. Dat aspect die we communicatie noemen, is een belangrijk middel, bindmiddel. Vandaar dat het heel belangrijk is dat wij als overheidsfunctionarissen samen optrekken
en samen dingen gaan doen. Want de gemeenschap heeft die informatie nodig. Het doel van de gesprekken die ik gevoerd heb met, ik zal ze noemen, onze collega staatsmedia, is van enorm groot belang. Mijn aanstelling bij, als interim management coördinator, management team coördinator, is geen one-man show. We hebben alles en iedereen nodig, all hands on deck, om deze job te klaren. Als je een hele gemeenschap, de gemeenschap, de totale gemeenschap van Suriname wil bereiken, dan heb je alles en iedereen nodig die relevant is voor die operatie. En voor een goed bereik overal en ook alle lagen van die gemeenschap, om alle lagen van die gemeenschap te bereiken, dan moet je met alle relevante mensen en instanties werken. Om in te spelen op de behoeften vanuit de particuliere sector heeft de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector plaatsgevonden. Hieraan gekoppeld is ook een website gelanceerd waar ondernemers zich kunnen registreren voor een lening. Deze formaliteiten hebben op woensdag 15 juni 2022 plaatsgevonden bij de Nationale Ontwikkelingsbank NOB als beheerder van het fonds. NOB-directeur Sandy Cameron en voorzitter Jaswan Dukaran van de permanente commissie geven een uiteenzetting over de noodzaak en het doel van het fonds. Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector is voor de particuliere sector. Het ministerie van Financiën geeft hiermee een goede ondersteuning richting de particuliere sector. Binnen de permanente commissie is de particuliere sector ook vertegenwoordigd. Mevrouw Heliante McDonald vanuit de vereniging Bedrijfsleven, VSB. En ook de heer Adit Munsi vanuit de ASFA. Samen wordt er gewerkt aan, is er gewerkt aan de totstandkoming van de FTBP, zo wordt die afgekort genoemd. De bedoeling is om richting de particuliere sector de stimulans te geven. Zoals bij de launch al eerder aangegeven en ook vermeld in de brochure, zijn er in feite bestemd voor studies, ondersteuningen, voor certificeringsprocessen, voor trainingen. En als we kijken naar studies, denken we aan subsectorstudies, aan pilotstudies en ook in feite feasibility studies. Wat datgene in feite wat voor de particuliere sector bestemd is. De noodzaak is in feite, zoals ik eerder zei, is een stimulering richting de private sector. Er is een noodzaak geuit, de private sector dient vooruit te gaan. En het ministerie van Financiën geeft hiermee de ondersteuning richting de private sector om stappen vooruit te komen. Op zich in dit geval, de private sector is in goed overleg geweest met het ministerie van Financiën. Er is daar al een behoefte aangegeven. Het Fonds Technische Bijstand die stond er al een hele poos. Vanwege omstandigheden was er geen vooruitgang. We hebben dus nu gemeend om een andere dimensie aan te geven, een extra stimulans. En van daaruit nu dat het fonds operationeel wordt gemaakt. Als we nu kijken richting het stukje wat nu zeer belangrijk is, waarvan veel gesproken wordt, een stukje van local content, onze eigen bijdrage. Wat kunnen wij vanuit het bedrijfsleven betekenen en hoe kunnen wij bijbenen? We weten dat de private sector een bepaalde ondersteuning nodig heeft. Ze maken het steeds kenbaar. Vandaar ook dat het bedrijfsleven ook vertegenwoordigd is binnen het permanente commissie via de ASFA en via de VSB. Het fonds is dus bedoeld voor onderzoekstrajecten. Middels dit fonds kunnen dus ondernemers in aanmerking komen van het doen uitvoeren van een feasibility studie, een marketing studie, hun certificeringstrajecten. U weet in het kader van local content is er behoefte aan certificering. Ze kunnen dus daarvoor ook financiering krijgen. We doen sectorstudies, specialistische bijstand en ook korte trainingen. Er zijn dus ook bedrijven die behoefte hebben aan korte trainingen om dus de upgrading van de mensen te doen. De criteria die hebben we dus ook op de website, die zijn op de flyer te bezichtigen.
De criteria zijn simpelweg dat er dus bij elk product een koppeling is. Er is bijvoorbeeld bij sectorstudies een eigen inbreng vereist, er is een maximaal bedrag. En in principe als u voldoet aan gewoon wat op de flyer staat, dan kunt u in aanmerking komen. En we gaan dus natuurlijk ook de organisatie screenen die indienen. En als dat positief bevonden is en het doel van de studie is duidelijk en dat die ook een toegevoegde waarde heeft qua duurzaamheid, dan wordt dat gefinancierd. Onze doelgroep is dus de KMO, de kleine en middelgrote ondernemingen. Die kunnen in aanmerking komen en zoals ik eerder aangaf, middels het indienen van het aanvraagformulier. We hebben dus binnen de permanente commissie vertegenwoordiging van de ASFA en de VSB. En ook op die manier proberen we dus dichter bij de ondernemers te komen, zodat ze ook dus de bekendheid hebben van het fonds en ook weten waar ze terecht kunnen om voor dit fonds in aanmerking te komen. Ruim 4 maanden na de start van het formuleringsproces hebben betrokken actoren gezamenlijk het Country Implementation Plan 2022-2023 bevestigd. Dit moment vond plaats op woensdag 15 juni 2022 bij het Directoraat Internationale Samenwerking. Het document dient om het nieuwe Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework 2022-2026 op lokaal niveau te operationaliseren. Dit raamwerk is een belangrijk instrument voor de planning en uitvoering van de ontwikkelingsactiviteiten van de Verenigde Naties tegen de achtergrond van de 2030-agenda. De ondertekening gehad van het Country Implementation Plan, kort genoemd CIP. Dat is eigenlijk het plan dat in feite verschillende issues met betrekking tot de ontwikkelingsgebieden binnen Suriname zo'n beetje zal aanpakken, om het zo kort aan te geven. En hoe is dit tot stand gekomen? We hebben dus met ondersteuning van de UN, hebben we in de achter ons liggende maanden, hebben we met verschillende actoren, en dan heb ik het dus over verschillende ministeries, op basis van hun taakgebieden. En natuurlijk ook met een achtneming van het ontwikkelingsplan van de regering, gekeken naar wat er allemaal van belang is te doen om zo goed als mogelijk de ontwikkeling op verschillende gebieden ter hand te nemen. De activiteiten hebben zich in de afgelopen maanden gericht binnen 3 result groups, zou je kunnen stellen. En die 3 groepen hebben dus met elkaar gediscussieerd over de verschillende issues. Climate change, ga zo maar verder. In elk geval, het heeft allemaal te maken met de verschillende SDG goals die in feite bereikt moeten worden. Dus op basis van de verschillende SDG-goals heeft men ook gekeken naar climate change bijvoorbeeld. Dat is een van de groepen die dus over climate change en zeg maar de verschillende zaken die daaruit voortvloeien en hoe we allemaal ermee om zouden kunnen gaan, hebben ze dat in kaart gebracht. En het einddocument, het CIP-document dat we vandaag hebben ondertekend, richt zich dus op een x-aantal projecten die in de komende periode uitgevoerd zullen moeten worden. Enkel en alleen om te komen waar de SDGs ons naartoe willen brengen. So the CIP is commonly referred to as the Country Implementation Plan. And the Country Implementation Plan provides the framework for United Nations country team and the government of Suriname in working together on identified priorities. So it is actually an action plan that clearly stipulates the areas of partnership in different areas for the coming 2 years. And you might want to know that at the regional level, the United Nations system has been working on what is called a multi-country sustainable development framework.
And each one of the countries in the Caribbean is therefore comes up with a country implementation plan, which is really the local interpretation of this larger framework of the region. So the CIP therefore puts forth the priorities that Suriname has determined should be the areas of focus, obviously linked with the attainment of the sustainable development goals that Suriname is pursuing. So really this is a plan that brings us together as the United Nations country team in Suriname and the government of Suriname and other partners in trying to see how we can work together in achieving these objectives. De Centrale Bank van Suriname is in het kader van haar openmarktoperaties overgegaan tot de introductie van centrale bankcertificaten. Het gaat om waardepapieren die als aanvullend instrument van het monetaire beleid dienen en ondersteunend zijn aan de reguliere veilingen van termijndeposito's voor algemene banken. De centrale bankcertificaten zijn in de eerste plaats bedoeld om de bankreserves op een zodanig peil te houden dat deze overeenkomt met de inflatiedoelstelling van de bank. De tweede doelstelling is het op gang brengen van de verdere ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt, waardoor het rentetransmissiemechanisme in werking treedt. De uitgifte van certificaten zal in de eerste fase bestemd zijn voor de algemene banken, andere financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen. In een tweede fase zullen huishoudens en overige rechtspersonen in de gelegenheid worden gesteld om te participeren in deze beleggingen. De centrale bankcertificaten zijn verhandelbaar, hetgeen slechts mogelijk is via de Vereniging van Effectenhandel in Suriname. Hierbij is rechtstreekse verhandeling tussen beleggers niet toegestaan. De afdeling Open Market Operations van de Centrale Bank van Suriname is belast met de uitvoering van deze operatie. Voor meer informatie over de centrale bankcertificaten kan men terecht op de website www.cbvs.sr. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.